hebben hier een natuur- en milieucentrum in de kinderboerderij. Maar dat konden we niet buiten doen. Nu hebben wij een brede school met naschoolse opvang. En die hebben een dak. En daar mochten wij onze tuintjes opzetten. We hebben zo net rode bieten gezaaid. En we hebben in het midden zonnebloemen gezaaid. We zijn nu bezig om water te geven. Waarom hebben we dit gedaan? Omdat kinderen nu kunnen zien hoe plantjes, hoe hun eten eigenlijk groeit en hoe het dus ontstaat. Zodat we ook een stukje bewustwording van de natuur, een stukje respect van de natuur willen bewerkstelligen. En ook de kinderen daar in aanraking mee laten willen komen. Zou het zo goed komen bij de radijsjes? Is dat een radijs? Ja, daar komt de radijsjes.